Het gerucht gaat dat toen PSA Opel overnam van GM, de nieuwe Corsa al bijna helemaal ontwikkeld was. En dat de Fransen toen gezegd hebben, nou jongens, bedankt voor jullie inzet, maar we gaan het nu helemaal overnieuw doen. En ik ben geneigd om die geruchten te geloven op basis van deze auto. Dit is de volledig elektrische Corsa E. En het idee van PSA is om hun kleine hatchbacks zo te bouwen dat ze op dezelfde productielijn zowel diesel, benzine als elektromotoren kunnen maken in hetzelfde model. En dat moet je er dan aan de buitenkant ook bijna niet van afzien. Nou, de E208 die kennen we inmiddels. Vandaag is het de beurt aan de Corsa E. Zoals gezegd kun je in eerste instantie eigenlijk bijna niet zien dat je met een elektrische versie te maken heeft. En ook de bagageruimte is eigenlijk intact gebleven. Ik zeg eigenlijk, want nominaal heeft hij wel minder liters, 267 in plaats van 309. Maar dat komt bij de conventioneel gemotoriseerde Corsa's, rekent Opel de ruimte onder de bagagevloer, dus waar het reservewiel zit, mee. En dat kan hier niet, want ja, daar zit niks. Maar goed, hoe vaak gebruik je die ruimte nou in de praktijk? Waarschijnlijk niet zoveel. 267 liter, zeker niet grensverleggend voor het B-segment. En dat geldt ook voor de ruimte op de achterbank. Je kunt er zitten met een lengte van 1,80 meter zoals ik. Maar je stapt al wat lastig in door dat kleine achterportiertje. En als je dan zit je ook wel redelijk klem. Dus het gaat allemaal voor het B-segment. Maar het is zeker geen grensverlegger. Voorin, nou, eigen Opel signatuur. Het is natuurlijk heel veel technologie van PSA. Maar waar de Peugeot heel erg inzet op het futuristische, dat hippe en heel onderscheidende, is deze Corsa veel conventioneler. Dat betekent ook dat je een wat kortere gewenningstijd hebt. Je zit er wat sneller goed in, omdat je niet die i-cockpit hebt waar je je op moet afstellen. En verder, het ziet er keurig uit, met uitzondering van het digitale instrumentarium. Dat blijft een beetje knullig. Maar voor de rest zie je eigenlijk niet dat je met een elektrische versie te maken hebt. Behalve, en nu komt het echt een nerdtrucje. Als je ernaast gaat staan en je kijkt naar het achterwiel, dan zie je dat het bij de elektrische versie net niet helemaal in het midden van de wielkast zit. En dat komt omdat deze versie een wat langere wielbasis heeft, omdat het accupakket daarin moest. Tja, en dan het rijden met de Corsa E. Nou, laten we even beginnen met het elektrische gedeelte. Op de voorwielen zit een 136 pk elektromotor. Dat is precies mooi 100 kW. Dat is in sportstand. Met de drive mode selector kun je namelijk terug naar normal en eco. En dan gaat er steeds 20 kW en 40 Nm vanaf. Dus in de meest conservatieve stand heb je dan 80 pk en zo'n 180 Nm. Op zich moet ik zeggen, in die eco stand, deze Corsa weegt 1500 kilo. En dan is 80 pk niet heel veel, maar het gaat eigenlijk best prima, want het is natuurlijk direct beschikbaar. Naadloze acceleratie, stil, dus dat rijdt eigenlijk heel fijn. Echt prima. Regenereren doet hij uiteraard ook. In twee standen, drive of B, van brake, dan vertraagt hij met 1,3 meter per seconde kwadraat. En dat is het maximum voordat de remlichten moeten gaan branden. Ga je dan op het rempedaal staan, dan doet hij het eerste deel van het rem op de elektromotor en vervolgens gaan de schijfremmen meespelen. Op zich, er zit niet een hele duidelijke overgang tussen het een en het ander. Dat is goed. Dus niet dat punt dat je denkt van nou, ik ga nu een beetje harder trappen en dat je opeens echt zo erin hangt omdat die schijven erbij komen. Maar er zit een soort sponsig gevoel in. Het is niet dramatisch slecht, maar dat kan wel beter. En wat ik ook een gemiste kans vind, de sterkste regeneratiestand. Ja, dat is nog steeds niet heel sterk. Hij komt ook niet helemaal tot stilstand. En dan zou het wel fijn geweest zijn als je flippers aan het stuur had gehad bijvoorbeeld. Om de mate van regeneratie nog wat sterker te maken. Zodat je eigenlijk alles op de elektromotor doet en alleen de schijfremmen erbij pakt als het echt nodig is. Dus nou, geen breekpunten, maar dat kan wat mij betreft wel beter. Prestaties dan? Nou, wat ik al zei, in de eco-stand gaat het allemaal. Het gaat prima, het gaat niet super snel. Zet je hem in sport, ja, dan is hij lekker vlot. Van 0 naar 100 in 8,1 seconden, dat is echt zonder meer netjes. En vooral die tussensprint, dat is natuurlijk echt gas. En meteen hop, al dat koppel erop en daar ga je. En wat betekent dat dan allemaal voor de actieradius? Nou, 50 kWh accucapaciteit, ze zeggen 337 km volgens de WLTP-cyclus. Dat ga je er denk ik niet mee halen. Maar met een beetje goede wil, als je de warmtepomp uitlaat en je rijdt een beetje conservatief in eco-stand, 300 kilometer ongeveer. Dat is niet superveel. Een Renault Zoe doet dat wat beter. Aan de andere kant, deze heeft dan weer wat laadmogelijkheden en 300 kilometer is op zich genoeg. Ga je laden? Kan uiteraard op wisselstroom. Dan moet je wel kiezen. Je krijgt hem standaard met de mogelijkheid om te laden op 32 ampère, maar dan wel op een enkele fase. Dus dat betekent maximaal 7,2 kilowatt.
En 32 ampère, dat is relatief zeldzaam. Geef je 1000 euro meer uit, dan krijg je een versie die kan laden op 3 fasen. Maar dan is het wel maximaal 16 ampère. Dus 11 kilowatt. Toen vroeg ik, waarom dan niet allebei? En toen kwam er een verhaal uit, ja, kosten. En in principe, nu doet hij met 11 kilowatt, doet hij het al in 5,5 uur. Met 22 kilowatt zou je dat halveren, maar in beide gevallen geldt, je sluit hem s'avonds aan en s'morgens is hij weer vol. Het had hem een paar honderd euro duurder gemaakt, dus dat investeren we dan liever in andere laadmogelijkheden. Zoals bijvoorbeeld snel laden tot 100 kilowatt. Nou, op zich, het is niet het meest onverdedigbare verhaal wat ik ooit heb gehoord. Aan de andere kant, ja, je zou maar net zo'n 22 kilowatt lader hebben, dan is het toch wel prettig als je die 22 kilowatt ook daadwerkelijk kunt gebruiken. Ook daarvoor geldt weer, het is geen breekpunt. Het is ook niet optimaal, maar dat 100 kilowatt snelladen, dat is dan wel weer netjes. En als je hem dan een beetje afzet tegen wat de concurrentie doet, hè, en Zoe komt wat verder, maar die kan minder snel laden. Mini Cooper Electric, die kan wat sneller accelereren, maar die is een stuk minder praktisch en heeft een beperktere actieradius. Nou, je zou ook nog iets aan een Nissan Leaf kunnen denken. Dat is echt wel een wat oudere auto van binnen om in te zitten. Dus ja, hij verwerft zo'n beetje zijn eigen plekje. En als je gaat rijden, dan blijkt, nou ja, hij is zoals gezegd relatief zwaar. Dat betekent ook dat ze wat ingrepen hebben moeten doen om met dat gewicht om te gaan. Dat betekent stevige veren, stevige dempers. En de reden dat het achterwiel niet helemaal netjes in de wielkast zit, is omdat de hele achterwielconstructie ook veranderd is. Dus er zit nu een panhaarstaaf op. Dat is een beetje het soort simpele broertje van de Watt-staaf die je op de Opel Astra vindt. En ik moet zeggen, al die ingrepen, ja, het is een vrij stevige auto om met die massa om te gaan. Dus op slecht wegdek gaat hij best wel snel dribbelen. Maar hij is niet echt hard of oncomfortabel. En de grip, wow, dat doet hij allemaal bijzonder netjes. Je kunt best wel hard pushen voordat hij echt gaat ondersturen. Het is wel zo, de massa zit lager in de auto ten opzichte van de verbrandingsversie. Hij is stijver en daardoor krijg je een soort van, hij rolt niet echt. Waardoor je maar een beetje moet gaan uitzoeken waar de grens ligt. En op een gegeven moment is het er dan en dan schuift hij ook over zijn neus weg. Ja, dat is, ja, het kan je verrassen. Aan de andere kant, dan ben je ook wel serieus aan het stoeien. En hoe vaak je dat gaat doen, ja, ik weet het niet. Maar zoals gezegd, doet het allemaal keurig. Het is een auto die fijn rijdt. En ten opzichte van zijn concurrenten ook echt wel een eigen plekje verwerft. En dat doet hij ook nog eens tegen een relatief gunstige prijs. Hij staat in de prijslijst vanaf 30.499 euro. Maar dan heb je dus de versie met een enkele fase. 1000 euro meer, dan heb je de versie met 3 fasen laden. Dus dan zit je op 31,5. Dan heb je al redelijk wat uitrusting. Cruise control, Apple CarPlay zit erop. Climate control zit erop. Dus nou, het is zeker niet slecht. Ga je dan wat opties erbij doen, dan denk ik dat de teller met lichtmetalen wielen, stoel- en stuurverwarming en wat andere leuke opties, 35.000 euro, heb je een redelijk complete versie. Dat is veel geld voor een Corsa. Het is niet extreem veel voor een elektrische auto. En zeker niet als je bedenkt dat hij voor dat geld dus eigenlijk 2 keer is ontwikkeld.